Hallo, welkom bij een nieuwe parel. We zijn onderweg naar Goede Vrijdag, naar Pasen. En het is prachtig weer buiten, de vogels fluiten, maar er is ook grote onrust in de wereld. En ik wil vandaag met jullie kijken naar eigenlijk het lijden van Jezus door de bril van David. Ik wil inzoomen op een periode in het leven van David, een onrustige periode, een moeilijke periode. Een dramatisch hoofdstuk eigenlijk in zijn leven. En dat vinden we in 2 Samuel 13 tot 19. 6 hoofdstukken lang, waarin heel veel gebeurt. En die ga ik natuurlijk niet allemaal met jullie lezen. Maar 6 hoofdstukken waarin duidelijk wordt dat David, ja, eigenlijk op bepaalde gebieden een hele moeizame nalatenschap heeft. Vooral in de relatie tot zijn kinderen, vooral in zijn rol als vader, wat hij doorgeeft, wat hij achterlaat. Er is ruzie, er is nijd, er is, ja, broedertwist tussen die kinderen. En uiteindelijk dat culmineert op een gegeven moment in 2 Samuel 15 in het meest dramatische hoofdstuk. In de opstand, de coup van Absalom. Absalom die zijn vader van de troon wil stoten. Het verraad van Absalom. En dat is natuurlijk een heel bekend hoofdstuk. En een heel hartverscheurend iets eigenlijk. He, dat je eigen zoon je van de troon stoot. Dat je moet vluchten zoals David deed. Maar dat er ook oorlog tegen die zoon gevoerd wordt. Dat die zoon uiteindelijk sterft. En hoe David het uitschreeuwt. Absalom, mijn zoon. Verschrikkelijk. Maar er is in 2 Samuel 15 eigenlijk sprake van nog een verraad. Het is niet alleen het verraad van zoon richting vader. Er is ook een verraad van vriend, vertrouweling, raadsheer, Achitofel. En Achitofel was iemand die David gewoon heel erg vertrouwde. Een raadsheer die dicht bij David stond. En we lezen in 2 psalmen hoe David ook treurt eigenlijk over het verraad van Achitofel. In psalm 41 vers 10 lezen wij: zelfs mijn beste vriend die ik vertrouwde, met wie ik mijn brood deelde, heeft zich tegen mij gekeerd. En dan in psalm 55 vers 13... waar David zegt: ja, zou een vijand me kwaad doen? Zou een vijand mij grieven? Ik zou het verdragen. Maar jij, die dacht en deed als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde. Achitofel, wat een verraad, wat een pijnlijk moment voor David. En we lezen in 2 Samuel 15 hoe dit verraad zich ontvouwt. En David, hoe reageert hij op deze coup? David kiest ervoor om niet een bloedige stadsstrijd in de muren van Jeruzalem, om dat zich te laten ontwikkelen. En hij zegt tegen de mensen om zich heen: we gaan, we vertrekken. En met stille tred vertrekken ze uit Jeruzalem. En bespuugt en bespot en met stenen bekogeld loopt koning David met gebogen hoofd de stad uit. Met de staart tussen de benen zou je bijna kunnen zeggen. Het is ook een beeld van David die daar loopt. De stadsmuren uit. Bespuugd. Bespot. Een beeld van Jezus zoals die daar bijna 1000 jaar later met het kruis op zijn rug zou gaan. Bespuugd, bespot, verdragend, in stilte. Het roept ook Johannes 13 eigenlijk in herinnering. Waar Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal viert. En waar Judas ook aan tafel zit. En waar Jezus heel bewust het brood deelt met Judas. En psalm 41 in herinnering brengt. Mijn vriend, met wie ik het brood deelde.
die mij verraadt. En zoals David eigenlijk een type, een voorafspiegeling van Jezus is, zo is Achitofel dat van Judas. Ja, en David, hij kiest ervoor om niet direct de strijd aan te gaan. Om niet de oorlog binnen de muren van Jeruzalem te trekken. Maar Achitofel, hij kiest ervoor om zijn knopen te tellen. Om met zijn hoofd te kiezen. Rationeel keuzes te maken. En hij denkt, ja, de oude koning vertrekt. Het was mijn vriend. Ik had het goed bij David. En nou komt die verschrikkelijke blaag van Absalom, die figuur, die komt aan de macht. Maar ja, de koning is dood, leven de koning. Hè, ik moet wijs zijn, ik moet om mijn familie denken, mijn gezin, mijn kinderen. Ik kies voor de nieuwe koning. En hij meldt zich op afspraak als raadsheer van de nieuwe koning. En die nieuwe koning, Absalom, ja, wat doet hij? Luistert hij naar Achitofel? Nou, hij hoort hem aan, maar misschien vertrouwt hij hem toch niet helemaal, want daar is ook een andere raadsheer, Husai, net wat jonger. Hè, en die weet het ook goed te vertellen. En Absalom luistert naar die andere raadsheer. En de ironie van het hele verhaal is dat Husai een dubbelspion is. Die is nou juist wel nog in contact met David en doet alsof hij Absalom dient. En de raad van Achitofel wordt verworpen. En naar de raad van Husai, die uiteindelijk een list is om Absalom in de val te lokken, naar de raad van Husai wordt wel geluisterd. Achitofel, die weet hoe laat het is. Hij gaat naar huis en net als Judas verhangt hij zich. David en Achitofel, ze laten ook eigenlijk twee manieren om te reageren zien. David is de man van het vertrouwen, ook al zijn de handen leeg. David heeft niks meer. David weet niks meer. David heeft alleen nog maar zijn vertrouwen in God en handelt daarnaar. Achitofel zit ook in een hoek, zit ook in een moeilijke situatie, weet het misschien ook niet meer, maar hij vertrouwt op zijn denken. Hij vertrouwt op zijn boerenslimheid. Hij vertrouwt op politiek cynisme. Achitofel denkt, ik moet mezelf redden. En David weet, mijn leven is in Gods hand. En als ik denk aan waar we staan in de wereld, als ik denk aan de situatie ook in Oekraïne, als ik denk hoe ik in de wereld sta, waar oorlog is, waar onrecht is, ik kan me machteloos voelen. Ik kan me overweldigd voelen. Ik kan denken, wat moet ik doen? Wat heb ik te doen? Maar dan kijk ik naar David, naar zijn lege handen en naar zijn keus om te vertrouwen. En dan kijk ik naar Jezus. Naar Jezus die de weg gaat om te verdragen. De weg naar het kruis. De weg van het slachtoffer. En dan denk ik, ja, daar is God. Daar gaat Gods hart naar uit. Daar klopt Gods hart voor. En mijn lege handen worden gevuld met een gebed. Een gebed voor al het lijden in de wereld. En mijn hart krijgt richting. En ik zeg, Jezus, ik wil u volgen. Amen.